Wij gaan kijken wat de volgende locatie is die jij graag wil bezoeken. Dat had ik het niet al bedacht. Nee. Zeg het maar. Een locatie met een rolletje. Ik ben wel geïnteresseerd in het casino eigenlijk. Dan gaan we naar het casino. Nogal centraal ook. Let's go. Dit is een bewakingsman. Vitas Varnas heet hij. Reach for the moon. If you miss, at least you'll be among the stars. What? Excuse me. I just prefer to express myself with words that have meaning. I could have just said, hello, stranger. But instead, I gave you a piece of wisdom. Who knows? Maybe it will change your life. Hij is een wijze man. What do people do here? Play Bell and Bones, mostly. And drink. Also, fight occasionally. Ah. Can you give me another quote? You have to look through the rain to see the rainbow. Jongen, wat een man. Goeie quote. Can you give me another quote? Get out of your head and into your heart. Hij is een Hallmark kaart. Can you give me another quote? Ja. Get out of your head and into your heart. Oh God. How do I get to the private lounge? Oh, it's easy. You don't. You don't. This doesn't sound fair to me. Don't look at me. I'm not the one making the rules here. You can't go in there unless you've been invited by Ernest himself. And how do I get invited? How should I know? My job is to keep everyone safe and spread wisdom. You have to seek your own path. Okay. You think you can change lives with a cheesy motivational quote? Handle words carefully, for they have more power than atom bombs. I have to go. Don't cry because it's over, smile because it's happened. Wat is hier binnen nog te vinden? Kapot veel mensen. Een paar boomers. Ja. Een B&B table. I've never liked to gamble. Have you ever thought about robbing a casino? That's not my style. There's a chandelier. Whenever I see one of these, I wonder, what if it falls down? Er is hier rechts nog een guard, dat is een balkon. That balcony surely offers a great view of the commoners wasting their eternity. Sad, but poetic. Die man hieronder doet een chip trick met die groene chip. Mm-hmm. Dat kon ik ook toen nog pokeren. Have you ever thought about robbing a casino? That's not my style. Nou, met deze bewakings meneer praat. State your business. Do you get tired from standing here all day? No. I do it to protect the leader from unwanted company. Like the leader? Yours. Doesn't your face hurt from scowling so much? No, it doesn't. Not even a little? No, not even a little. Okay. But what about your personal life? What do you want from me? Of course I'm tired, standing here all day. And yes, it is hard to always look so threatening. But I am proud of my job, and it's an honor to serve the leader. So please, stop pestering me, and mind your own business. Oh my, okay. You really got to him, Vincent. No, he didn't. Oh yes, he very much did. I'm not listening to you anymore. What? Did you say something? I can't hear you. I knew you were a softie. The leather jacket always gives it away. I'll be back soon. Wij willen met Ernest praten. Oh, I hope not. Lol. State your business. I want to talk to Ernest. You? Talk to the leader? Maybe in the next life, if you get one. Do I need to wear a leather jacket to get in, or what? Anyone can wear a cool jacket, but not anyone can meet the leader. You get what I'm saying? Yeah, whatever. But is there really no way to get inside? Well, maybe if you become the second best Bell and Bones player in Whateverland, uiteraard. A bet that might interest the leader, but that is not dan possible. Dan moeten we toch meer Bell and Bones gaan spelen. We'll see. Een raar spel, jongen. Ja, maar we hebben nog van die kattenballen. I hope not. Een ballen. Maar dat betekent wel dat wij hier dus, dat dit de laatste waarschijnlijk precies is die we dan moeten doen. Ja. Ja, dat denk ik ook.
Want hier kunnen we verder met niemand praten. Nee, dan zullen we toch naar buiten moeten. Kijk, wij hebben nog hier nog een Cat Lady's Place. Nee, is een alleen maar Bell & Bones. Ja. Die vrouw van de ramen shop is Bell & Bones. En in de Dark Alley. Dus, ja, daar maar zijn de Dark Alley heeft ook nog eens een dingetje. Ja, dus ik stel voor dat we die Cat Lady en die ramen shop even Bell & Bones kapot maken. Ja. Omdat dat relevant is voor deze missie. Er zijn hier bijzonder veel katten die ik allemaal los van elkaar kan aanklikken. Lekker hoor. Wat gebeurt er? Ook een hond met een kattenmuts op. Zie je het, ja. Het is aaien. Ze heet ook Claudia. Care to join me for a cup of chamomile tea? Nee, we willen spelen. I could use something to calm my nerves, but that's not why I'm here. All right, Sugar Plum. What do you need then? Bell & Bones. I want to challenge you to a Bell & Bones match. Oh, honey, that's very sweet of you. But you're simply not good enough. Come back when you beat all the others. Ah, dat is een volgorde dus. Oké. Bye. Bye, honey. Oké, hier is nog wel een konijn, die kunnen we meenemen. Waar dat voor is, weten we nog niet. Altijd handig, een konijn. Ja, we kunnen konijnen meenemen en we kunnen inderdaad die bar... praten. Balls of Yarn meenemen. Balls of Yarn. Nou, met haar, Umaru-san, die kunnen we nog wel inmaken, denk ik. Want daar hebben we al de challenge van gedaan. Goodbye. Mm-hmm. Goodbye. Whatever. Maar er is een andere speler dan hier misschien. Hello again. Goodbye. En wie is de speler? Is hij de speler, Gino? What? Yeah. Yeah. I want to challenge you to a Bell & Bones match. Oh, fine. But don't disappoint me. Gelijk de kat inzetten. Hup. Respect. Lekker. I didn't expect to lose. Loes met twee O's. Made me weak. You taught me a good lesson. Oké, dan hebben we er één verslagen. Als we nu eruit gaan, ja, dan is dat balletje ook weg. Dus zullen we die dan eerst even pakken, ook in de Dark Alley, ja, waar alles gaat? Ja, dat is goed. Want dat is toch de challenge sequence waar we nu mee bezig zijn. Dan doen we dat gewoon eerst allemaal, dan gaan we daarna wel verder. What can I do for you, stranger? I want to challenge voor hem moeten we al die konijnen vangen, lijkt het. Hij heeft een konijnen van. Zie je dat? Ja, ja. He's here. You're full of surprises. Now I need to up my game and get a rematch. Kunnen we die meenemen? Nee, dat zijn inderdaad de loopremmers. En voor hem, voor zijn... Er is een oog in het raam hierboven. Let's not think about what that was. Ever. Dus... raar. Kijk, nu hebben we iedereen verslagen, Bell & Bones. Behalve de Cat Lady. Ja. Dan gaan we nog een keer terug naar de Cat Lady. Hallo. I want to challenge you to a Bell & Bones match. Oh. Kijk. That's a marvelous idea. Precies. This is ridiculous. Playing against a weak old lady and even daring to win. You should be ashamed of yourself, young man. Kunnen we nu tegen Ernest? Ik heb nog één zo'n skip ding ook, hè? Mm-hmm. Gaan we terug naar Ernest. Zijn we nu goed genoeg? State your business. Nee. I'll be back soon. I hope not. State your business. I'll be back soon. Nee, dat is geen oké. I hope not.
En nu? Dan vermoed ik dat we dan toch eerst andere dingen moeten doen. Dat denk ik ook. Moeten we tegen die filosoof spelen misschien. The pain of parting is nothing to the joy of meeting again. Nee. Oké. Nou, dan zullen we misschien vroeg of laat wel een uitnodiging krijgen van deze man. Dan gaan we in dat geval hier deze video afronden als we hebben het casino bezocht. Ja. En dan gaan we in de volgende video naar de volgende locatie. Dat is goed. Doen we dat zo? Groetjes.